Verhalen van een held van weleer vervelen nooit. Johan van der Velde uit Rijsbergen won in het verre verleden 3 Giro-etappes en krijgt daar nog steeds vragen over. Vooral nu Steven Kruiswijk het onmogelijke lijkt te gaan doen, de Giro winnen. De Giro, ja, dat is ook iets speciaals voor mij, dus dat blijf je ieder jaar volgen. En ja, vooral Kruiswijk nu natuurlijk nu aan de leiding in het razen en ja, gewoon een hele grote kans om de ronde te winnen. Ja, dat is heel uniek. Wie had ooit gedacht dat de Nederlander nog een grote ronde zou winnen? Je kunt het bijna niet beschrijven. Ja, daar kun je eigenlijk alleen maar van dromen natuurlijk. Hè. Maar ja, het blijkt dat het toch wel kan natuurlijk. Hè. Ja, als alles een beetje op zijn plek valt, dan kan dat zomaar. Ja, ik vind het mooi, heel mooi. En als hij wint, dan heeft hij ook verdiend gewonnen. En is hij ook echt de beste. Erik Breuking won in 1990 bijna de Giro. Een hongerklop hield hem uiteindelijk van de eindzege. Breuking kent dus de klappen van de zweep. Zijn bewondering voor Kruiswijk is daarom alleen maar groter. Ik ben wel verrast op de manier waarop hij nou rijdt en hoe hij ervoor staat. Met 3 minuten voor de laatste dagen ingaan, dat is wel een riante positie. Ik denk dat niemand dat voorspeld had. Tot slot nog Lars Boom uit Vlijmen. Hij en Kruiswijk waren ooit ploeggenoten. Nu zijn het concurrenten. Maar de waardering voor Kruiswijk is onveranderd gebleven. Ik zit iedere dag op het puntje van de stoel of van de bank. Heb ik de afgelopen dagen gekeken. En net zoals gisteren ook aangekomen hier in Ronde van België. En toch snel de tv aan om te kijken hoe het gaat. En het is wel heel bijzonder en mooi om te zien.